Nee? Ja. Yo mensen, welkom bij Touzani TV. Voordat we gaan beginnen met deze voetbalvlog, eerst de winnaar bekendmaken van mijn vorige vlog met Brahim Darri en Ilias Bellassari van Heracles. Je kon een shirtje winnen. Winnaar komt nu in beeld. Twee supertalenten van Ajax. Rechts Abdelhak Nouri en links Donny van de Beek. Hey boys, jullie zijn niet normaal goed. Echt, maar gewoon echt niet normaal goed. Maar ondanks dat, kan je niet zomaar lid worden van FC Gun. Iets. Je moet wat gunnen voor die kijkers. Appie, wat heb je van ons? Ik ga ze zeker wat gunnen, man. Sowieso een mooi shirt, man. Yes? Ja, man, mooi shirt. Sowieso winnaar shirtje. Een shirtje van Iniesta, ik bedoel Abdelhak Nouri. En een shirtje van Xavi, ik bedoel Donny van de Beek. Die kan je gewoon winnen. Wat moet je daarvan doen? Heel simpel, volg deze man op Instagram. Ik zal een linkje plaatsen in de beschrijving. Buiten het feit dat het gewoon gruwelijk is om een prijs te winnen, plaatsen ze ook hele toffe content. Check bijvoorbeeld een filmpje van Instagram van Appie. Gewoon alsof het niks is. Oh, wat dacht je van deze? Geniaal dat Donny deze heeft gepost. Het is een kleine fan van hem. Check deze. Ja, la 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 la. Donny van de Beek. Van de Beek. Donny van de Beek. 90 minuten lang. Voor onze Borussia Amsterdam. Gekkuif. Boys, kunnen jullie elkaar beschrijven als speler en als persoon, als mens? Donny van de Beek, ja, ik denk dat hij... Over 2 jaar de topklasse neergraaf, ja. Ik denk dat hij wel wat kan neerzetten. Ik denk zo snel mogelijk wordt hij wel een basisspeler. En als mens, ja, topgozer, topfamilie, beste vrienden. Nou, Appie als speler, sowieso een fantastische speler. Je kan niet verwachten wat hij gaat doen. Elk moment kan hij een geniale actie inzetten. En ja, gewoon als... ik denk dat voor het publiek is het sowieso... Je kan altijd genieten van hem. En als persoon gewoon heel rustig en altijd leuk. En ja, altijd leuk met hem. Hey, jullie zijn wel lief voor elkaar. Hè? Dat is heel mooi. Want ja, gelukkig gaan we ook een paar challenges doen. En dan moet je tegen elkaar opnemen. Ik wil andere dingen horen, man. Wie heeft wie voor het laatst een panna gegeven? Ik heb hem sowieso panna's gegeven, niet één panna. Hey, dit kan ik me echt niet herinneren, dus ik weet niet. Misschien wat er een camera afstaat, maar dat is mooi, zeg maar. Ik heb nog nooit... Hij heeft het niet eens door. Hey, wie heeft wie voor het laatst het bos ingestuurd? Ik weet het nou. Dat moet je wel eerlijk zijn. Gaat hij zeggen. Nee. Hij mij. Was uit volgens mij bij Chelsea toen. Op training kwam ik met de slijding in toen je afkapte. Kapte ik hem, ja. Maar hij heeft mij ook wel een paar keer het bos in. Maar ja, we spelen ook. Het veld was glad, hè, maar hij weet het. Ik had geen pinnen aan. Oké, wie heeft de meeste swag voor jullie twee? Nou, we hebben allebei wel een goed uiterlijk, maar ik ga toch voor mezelf wel. Sorry. Oh. Nee, man. Ik kan. Wie staat er het langst voor de spiegel? Hij. Daar ben ik het wel mee eens. Oké, boys, we gaan een aantal challenges doen die met voetbal te maken hebben. Maar we beginnen met een challenge die niks met voetbal te maken heeft. Kijk elkaar aan, degene die als eerste lacht, verliest. Voor de eerste heb ik al gewonnen. Yes. Oké, man. Hey, de eerste challenge die we gaan doen is dat je van de achterlijn de bal moet indraaien. Degene die dat het vaakst lukt, wint. Is goed, yes. Right. Let's go. Oh, bijna. Oeh. Ja, dat gaat in de zicht staan. Hij kan alleen maar vals spelen. Ha.
telt hij. Telt hij. Ja, natuurlijk telt hij. Hij staat er toch? Ja, dus? Nee, man. Telt niet, toch? Ja, die regels hebben we niet gemaakt, dus hij telt gewoon. Anders dan... Maar dan kan ik het ook. Kijk, heb geen nul. Kijk nog naar daar, hè. Hier. Oh. In één keer toch? Hij staat er niet meer aan. Ja, er zitten twee kleine goaltjes daarin. Voor degene die nu zitten te kijken en denken van hij zat er niet in. Hij zat er gewoon in. 1-1. Hey. Stabiel, hey. Hij voelt die druk, hij voelt die druk. Natuurlijk niet. 2-1, ik maak nu 2-2. Kan er niet. Netjes. Ik vond die van mij wel mooi. Right. 2-2, laatste bal, hè? Hey, zonder stuiter, hè? Zonder stuiter. Zonder stuiter, telt voor twee toch? Mijn bal was ook zonder stuiter. De eerste. Ja, scherp. Hey. Deze is al voor mij. Ja, sorry man. De eerste challenge, ja. Hey, je kan goed tegen je verlies, zie ik. Ja, maar ik krijg dit nu 2 weken van hem te horen. Doet je veel, Appie? Doet pijn. Ja, want hij is ook kinderachtig om elke dag te appen weer en zeggen van ja, lekker voor je en zo. Dus, is dat zo? Oh ja, tuurlijk, hoort erbij, ja. Maar als ik heb hem gegund. Dat is het ergste. Gegund. Ik heb hem gegund. En dan gaat hij stoer doen. Appie, je kan het nu goed maken. We gaan de volgende challenge doen. Crossbar challenge. 1 keer met rechts op de lat, 1 keer met links op de lat en 1 keer no look. Okay. Yes? Easy. Easy? Right. Oh, geen trucje, niks erbij. Oh. Alles licht. Ja. Dat was hem. Ik hoorde hem. Ik doe alleen aan lat erin, ik doe niet aan lat terugkomen. Het moet rendement hebben, Donnie. Oh, dat is het niet. Waarom niet? Dat is geluk, man. Oh, jullie. Dat is 100% geluk. Weer vals, twee. Nee. Soufiane, eerlijk. Nee, hij is gewoon 2 keer achter elkaar. Dat telt niet, toch? Nee, dat telt niet. Kleine kinderen schieten 2 keer achter elkaar. Kijk. Hij is gewoon boven. 2-0. Kijk, hij wordt helemaal par. Appie, nog eentje, no look. No look? Vanuit de lucht of gewoon grond? Wat jij wil. Die lat van mij zit iets hoger. Schandalig, hij heeft 0 ballen geraakt, 0. Kijk hem, kijk. Agressief. Donnie legt de lat te hoog. Ik leg letterlijk de lat. Oké, boys, het is nu tijd om allerlei verschillende manieren te laten zien met trucjes om een bal van de grond omhoog te krijgen.
Check dit. Yes mensen, ik zit hier in de auto met Abdellak Nouri en Donny van der Beek. We gaan richting de kapper, want de man moet geknipt worden. Ik houd nog even geheim wie geknipt moet worden, dat zie je zo meteen wel. Wat gaat het worden, Don? Ja, ik ben nog niet helemaal over uit, maar zijkantje een beetje kort, bovenop een lange naam. Ja, ik vind, kan je dezelfde kapsel doen als van jezelf bij hem? Nee, dat gaat vanzelf. Een huh? Beetje doorstressen en dan komt het vanzelf. Dat is lekker. Ja, dat is lekker. Appie zei net tegen mij of je bij hem die... ken je die Ronaldo-kapsel nog? Tijdens de WK, dat hij alleen maar een plukje van voren had zo. Ze had helemaal kou, maar alleen maar hier heeft hij... Dat stukje daar. Kan je die voor hem doen? Ik kan het wel voor hem doen, maar ik weet niet wie dat leuk gaat vinden. Ja, hij vroeg net of dat allemaal... Ja, weet je dat? Nee. Doe het zo voor, ja. Ik zou hem gewoon zo laten hoor, gewoon stoppen. Ja? Ja. Gewoon mooi die rand erin. Gewoon die hier. Of hier dat plukje hier. Zou ik gewoon laten. Hier even zo'n plukje eraf. Ja, degene die nu zitten te kijken, als ze nou ook hier willen knippen, wat moeten ze weten? Hoe heet dit? Waar moeten ze komen? JP Hairstyling in Amsterdam. Bellen natuurlijk voor een afspraak, hè. En op tijd komen, niet zoals Donny dat hij gewoon een uur te laat komt. Ja, dit is wel heel erg. Ik moet wel zeggen, kom wel door mij. Dat kost me alleen maar geld, man. Nee, TV is gewoon over een uur, hè. Ja. Strakjes. Hé, hey, Donny is gepromoveerd, hij mag voorin zitten. Wel, jawel. Steeds een treetje omhoog. Hé, hey, fresh, man. Je bent helemaal fresh. Hé, hey, Donny, kan je even dit shirtje laten zien? FC Gun. 34, Fiet. Nouri. Ja, die ja, kan man. Je dus winnen. Even een reminder. Ja. Hey, maar die van jou die moet nog gemaakt worden. Die van mij die komt eraan. Die komt eraan. Die wordt nu... Die wordt nu even gemaakt. Ergens bij een Turk gewoon zo'n nep shirt wordt gemaakt. Zo'n nep shirt, toch even, even plakken snel. Oh. Yes mensen, laat even weten wanneer je deze man daar wil zien spelen in de arena. Jawel. Laat even in de comment weten, deze man is er klaar voor hoor. Jawel, jawel. Steun me mensen, jullie moeten mij steunen, dan kom ik daar. Donny denkt, been there, done that. Nee, maar komt goed, Appie komt eraan. Ja toch, sowieso. Zeker. SO naar Appie, jawel hoor. Dank jullie wel. Hey! Gekke kleine jongen. Boys, we hebben twee challenges gedaan. Die hebben jullie allebei één keer gewonnen. Staat dus 1-1. Dit is de final challenge van vandaag. De verliezer plaatst een foto op Instagram. En de winnaar bepaalt de tekst daarbij. Wat gaan we doen? Jullie krijgen 10 pogingen beide om iemand een panna te geven. En degene bij wie het meest lukt, die wint. En geniet er nog van, want jullie zijn super amazing talents. Straks kan je niet zomaar over straat. En nu kan je gewoon zelfs even relax pannetjes uitdelen. Geniet ervan. Nee.